Screencastify is een screen video recorder waarmee je opnames kunt maken en het resultaat kunt bewerken. Je kunt tijdens de opname markeringen aangeven en tekenen om iets te verduidelijken. In deze laatste how-to kijken we daarna. Ook komen er onder andere instellingen aan bod. We maken een nieuwe opname. We starten de opname deze keer met de sneltoets Alt plus Shift plus R. Je ziet dat je in dit scherm ook kunt kiezen voor een openstaand appvenster. Dat je dan kunt opnemen. Maar ik kies voor het volledige scherm. Als je na het starten de muisaanwijzer plaatst boven de balk linksonder, kun je aangeven hoe je de muispositie wilt accentueren. Je kunt kiezen voor Focus Mouse. Je kunt dit ook in- en uitschakelen met de sneltoets Alt plus F. Dat is handiger tijdens de opname. Met de tweede knop kun je aangeven dat de muis niet moet worden weergegeven als deze stilstaat. En met de derde optie kun je muiskliks highlighten. Met deze knop kun je tekenen tijdens de opname. Dit kun je ook activeren met de sneltoets Alt plus P. Zo wijzig je de kleur. Hiermee verwijder je gedeeltes. En zo keer je terug naar de muisweergave. Een opname kun je pauzeren met de sneltoets Alt plus Shift plus P. En hiermee ook weer hervatten. Als je de opname wilt stoppen, gebruik je weer de sneltoets Alt plus Shift plus R. Via deze knop kun je naar de instellingen. Of door op de knop rechtsboven te klikken en zo naar de opties te gaan. Je kunt hier bijvoorbeeld de opslaglocatie wijzigen. En hier kun je verschillende sneltoetsen configureren. Of bekijken. Tot zover deze how-to's over Screencastify.